verwachting geldt tot vanavond 6 uur. Over het algemeen zonnig weer. Misschien herken je dit beeld nog wel. De hele familie rondom de telefoon, radio of televisie als dé media voor informatievoorziening, zoals de weersverwachting. Maar sinds de komst van de computer is daar verandering in gekomen. En niet alleen de informatievoorziening, maar ook de informatieverwerking bij weerbedrijven is enorm veranderd. In de begintijd had je de meteorologie was ja, eigenlijk aan de grond. Wat er bovenin gebeurde, dat wist men niet precies. Er kwam je op dienst, had een weerkaart, de weerkaarten kwamen binnen. Er kwamen de radiosondeballonnen, de resultaten daarvan kwamen binnen en ging je inwerken. Je begon met het tekenen van fronten en dergelijke. Dus lijnen waar weer op zit, regen, lage bewolking en je isobaar. En dan ging je een weerkaart tekenen. En die weerkaart die lag op een lichtbak. En de voorgaande kaart lag daaronder en dan zag je hoe die systemen opschoven. Een compleet andere aanpak dan nu. Vroeger hadden mensen natuurlijk eigenlijk alleen maar waarnemingen en nauwelijks computerberekeningen tot hun beschikking. En die computerberekeningen hebben we nu wel. Ja, bij die computerberekeningen is het natuurlijk dat we nu als meteoroloog juist moeten bepalen hoe goed die berekeningen zijn. In die tijd had je veel minder informatie. Ook de horizon, zeg maar, vooruit was veel minder. Je was al blij dat je een redelijk betrouwbare verwachting voor 24 uur kon maken. Dat hing van het weertype af. Maar onder extreme omstandigheden dan was het al verschrikkelijk moeilijk om dat aan te geven. Op vernuftige wijze wordt alles overgebracht op zelfregistrerende instrumenten. Het is enorm verbeterd. De modellen zijn beter geworden. De computercapaciteit is zodanig groot geworden dat je daar hele ingewikkelde weermodellen waar je steeds meer informatie in kan, steeds meer zaken in kan stoppen. De hoeveelheid informatie is nu natuurlijk explosief toegenomen. Dat heeft ermee te maken dat alles natuurlijk met elkaar verbonden is nu. Er zijn veel meer waarneempunten bijgekomen. Vliegtuigen hebben daaraan bijgedragen. Maar de komst van de satellieten is nog de grootste winst geweest. Want eigenlijk door een heel groot beeld vanuit de ruimte te hebben, heb je in één keer informatie over zoveel punten op de aarde waar ook geen vliegtuigen of schepen of wat dan ook komen, ja, dat toch die gaten uiteindelijk zijn opgevuld. De weerkaarten had je bij je. Je had de informatie, zeg maar, van de radiosondeballonnen die allemaal binnenkwamen. En je had je telexberichten. Er was een telexkamer waar een heleboel telexen stonden te ratelen. En daar kwamen allemaal bulletins in code kwamen daaruit. Een telex is een, zeg maar, een typemachine, voor zover dat nog iets zegt. Maar dat is een typemachine die op afstand bediend wordt. Die gaat automatisch. Wat ik me wel heel goed kan voorstellen is met de middelen die ze toen hadden, daarvan bestaan er een aantal nu nog steeds. En wat je daarmee kan, ja, dat is eigenlijk nog steeds de basis van het vak. Alleen met de toegenomen computerkracht en ook de vooruitgang in de wetenschap is het ons natuurlijk wel een heel stuk makkelijker gemaakt. Je had, en dat is het grote verschil met nu, je had heel veel tijd nodig in verhouding tot nu om tot een weerbeeld te komen en tot een verwachting te komen. Tegenwoordig rolt die verwachting standaard min of meer uit het model. En wat je als meteoroloog probeert te doen, oké, klopt dat een beetje met de waarnemingen zoals ik die zie. En nu kan de meteoroloog zich veel meer concentreren op de feit wat betekent dit voor de maatschappij, voor mijn klanten, voor mijn afnemers. We naderen het plafond wel. Want de computermodellen zijn inmiddels zo goed dat als je heel zuivere data instopt, er uiteindelijk ook heel zuivere data uitkomt. De grootste onzekerheid waar het er nu in zit is hoe stellen we de atmosfeer in getallen samen. Dus de combinatie van de weerstations, de waarnemingen van schepen, vliegtuigen, weerballonnen, noem het maar op. De verzameling van die data, die stoppen we in de computer. En als die heel goed is, dan komt er ook een heel goede verwachting uit.